Welkom bij Spellenzone, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Chessarama, uitgegeven door JF Games. Dit is een online spel wat binnenkort beschikbaar zal zijn via Steam, waarbij we schaken in een ander jasje gepresenteerd krijgen. De variant die ik jullie ga laten zien is nog een beta variant, dus nog lang niet alle opties zijn beschikbaar, maar hiermee kun je alvast een beetje een idee krijgen van wat voor spel het is. Het basisconcept van het spel is eenvoudig. We hebben verschillende schaakstukken die op hun eigen unieke manieren bewegen en daarmee moeten wij allerlei puzzels oplossen. De eerste puzzel die we tegenkomen is met het paard. En daarbij proberen we alle akkers vruchtbaar te maken. Daarnaast is er een puzzel met de koningin, die als een Ronin, een samurai vrouw, door het landschap gaat en alle soldaten moet uitschakelen om uiteindelijk de tegenstander van het veld te vegen. We hebben een voetbalvariant en tot slot hebben we de strijd tegen de draak, waarbij we een pion aan het einde van het veld moeten krijgen, zodat die verandert in een koningin. En daar moeten we de andere speelstukken voor gebruiken om bescherming te geven. Dus laten we maar eens een blik werpen op de verschillende games die op dit moment binnen Chessarama beschikbaar zijn. Het eerste spel dat we tegenkomen is Farm Life. Dit is het beginnersspel waarbij je maar één schaakstuk hebt, het paard namelijk. En die moet al zijn velden vruchtbaar maken door erop te stampen. Stamp je er één keer op, dan wordt een kaal veld groen. En stamp je nog een keer op een veld, dan wordt een groen veld weer kaal. En zo probeer je heen en weer te hoppen totdat alle velden groen zijn en het level voltooid is. In Lady Ronin neem je de controle over de koningin. Deze Ronin probeert uiteindelijk de shogun te verslaan in elk level door alle soldaten als eerste van het bord te vegen en daarna komt het pad beschikbaar richting de shogun. De kunst hierbij is dat de soldaten elkaar dekking geven, dus zolang ze elkaar kunnen beschermen kun je ze niet uitschakelen. En moet je dus eerst proberen ze in een hoek te drijven of vrij te maken. Gelukkig is Lady Ronin onkwetsbaar, dus de klappen die ze terugkrijgt worden gedeflecteerd. Maar dit zijn alweer wat puttigere puzzels. Maar ook hier speel je maar met één speelstuk. Het derde spel is Soccer Chess, oftewel voetbalschaken. In dit spel heb je meerdere speelstukken waar je beschikking over hebt, dus ook verschillende vormen waarin ze bewegen. Het spel wordt verdeeld in drie kwartier, waarbij elke zet 1 minuut kost. En om de beurt hebben de teams 3 zetten die ze kunnen doen. En daarbij kun je een speelstuk verplaatsen, een speelstuk met de bal verplaatsen of een schot wagen. Maar elk speelstuk wat je gebruikt wordt daarna grijs, bruinig in dit spel. En kun je deze ronde niet meer gebruiken, dus je moet een beetje vooruit plannen. Maar dit spel brengt leuke puzzels over hoe je de stukken die je hebt moet positioneren, in welke volgorde je ze activeert en welke acties je laat doen. Maar weet dat je tegenstander natuurlijk ook niet een beetje afwachtend staat te kijken, dus nadat jij het reset hebt gedaan, komt ook deze in actie. En het laatste spel wat je kunt spelen is Dragon Slayer. Hierbij is het doel om de pion op het eindveld te krijgen, zodat hij het hart van de draak kan uitschakelen. Nadeel is, elke keer als je de pion specifiek verzet, komt de draak langs en spuwt vuur over al je speelstukken heen. En elk speelstuk wat niet de bescherming geniet van een ander speelstuk, vergaat tot as. Dus je zult hier heel erg bezig zijn met hoe kan ik dekking geven aan zoveel mogelijk speelstukken om uiteindelijk de pion op het eindveld te krijgen. Want die is natuurlijk heel beperkt met uitzondering van de eerste stap waarbij die mag kiezen 1 of 2 velden vooruit.
doet hij daarna steeds maar één stapje en zul je hem de hele weg moeten beschermen. In deze variant heb je diverse speelstukken om je te helpen. De loper in de vorm van een tovenaar, het paard in de vorm van een paard en de torens in de vorm van dwergen. En die probeer je allemaal op veilige posities neer te zetten om zo de draak die telkens weer voorbij komt te overleven en de pion uiteindelijk op het laatste vak te krijgen om te veranderen in de koning. Dus lijkt deze combinatie van schaken en puzzelen je wat? Ga dan naar Steam, zoek op Chessorama of volg het linkje wat ik hieronder in de omschrijving zet. Zet het spel vast in je wishlist. Het is verwacht dit jaar uit te komen. En dan kun je jezelf testen met de grote variatie aan verschillende puzzels. En tegelijkertijd je geest scherpen door stappen vooruit te denken. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Spellenzolder.